Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie achter mij kunnen zien, zijn we op dit moment in België. Baarle namelijk. Door het vuurwerkverbod in Nederland en in Duitsland gaan we toch op zoek naar leuke vuurwerkwinkels hier zo. En dit schijnt nog open te zijn, ondanks dat het bij ons een lockdown is. Dus we gaan zo meteen even kijken. Wat ik ook heel erg bizar vind, is dat ze zeiden in de media dat er heel veel controles stonden. En straks op de terugweg gaan we wel even laten zien aan jullie of er echt controle staat. Maar bovendien op de heenweg hebben we het niet gezien. Hè? Nope. We gaan enkel hier stoken en dan weer terug. Dus we gaan afkopen, afsteken en straks hebben we de grens over. En dan ben ik super benieuwd of we wat kunnen zien. Het zou wel lachen zijn als we controle zien, weet je. We zijn op dit moment bij de bunker. Hallo. We doen ons Zena mondkapje even op. Zena pick and go, hier kan je het ophalen. Zover we weten is dit dus ook gewoon nog tot en met oud en nieuw mogelijk. Om dus hier je vuurwerk op te halen. Lachen. Ik heb dat nog niet eerder gezien, man. Ja, hier niet. Alleen tabakotiek, hè? Hebben we gecheckt. Nou, hier is het flink drukker, zoals jullie zien. Bij loods en ook bij tabakotiek staat een rij. Ja, aan, hè? Ja. Tering, sorry. Ja, jongens, zoals jullie zien, volle knallers nog op voorraad. Grote kortingen. Dus misschien gaan we hier wel even wat halen. Ook pick and go, zoals jullie zien. Op de grond, allemaal mensen die aan het wachten zijn. Zena vuurwerk. Jongens, kijk dan, dit hebben ze nog allemaal op voorraad. De Trueno nummer 5. Zwaar. Helaas moeten we dat op deze manier laten zien, maar het is wel. Het heeft wel wat, toch? Kijk, drijf nog een beetje. Ja, jongens, we worden hier door verschillende mensen al gewaarschuwd vanwege het feit dat er heel veel politiecontrole is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we op de terugweg gaan zien. Want ik heb in al die jaren dat ik hier kom, heb ik nog nooit politie gezien. In ieder geval controles. Dus we gaan het zo meteen op de terugweg meemaken. Ik heb het hier ook nog niet gezien, maar er zijn meerdere mensen die zeggen dat er op dit moment controle staat. Dus. Dat is een beetje ongeloofwaardig of zo. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld knallers die ze momenteel nog hebben. De Mammoth, oh, die hadden we vorig jaar. Ik denk dat we daar nu ook even een pakje van meenemen en gaan afsteken. Zena, Trueno nummer 3. En 5. 5. Nou, die 5 is natuurlijk het best. Bizoentjes. Ja, jongens. We gaan nog een poging wagen. Er komen de hele tijd auto's langs en zo. Dus dat is irritant. Hier heb je de Zena Mammoth, 10 stuks. Die gaan we halen. Dan heb je ook nog die Italiaanse lijn natuurlijk. Maar eigenlijk heb ik ook wel interesse. Het is heel verleidelijk om een paar mooie blokjes mee te nemen. Omdat we dit jaar natuurlijk niet aan kunnen komen. Het is echt verleidelijk, hè? Yes. Vooral met die mooie kortingen momenteel. Moet je kijken. Ik ben benieuwd wanneer we hier weer een keer naar binnen kunnen komen. Daar staan de blokjes binnen. De laatste keer dat we hier waren was met Halloween. Helaas, het is nu dus via zo'n afval leuk. Iets minder sfeervol natuurlijk, maar ze hebben hier wel heel mooi de knallers in het vitrinelaadje gelegd. Er zijn meerdere mensen net, nu zijn wij aan de beurt. En dan gaan we straks natuurlijk even naar de stooklocatie. Normaal gesproken is hier chaos rond dit tijdstip, of in ieder geval deze tijden. Ja, dan kunnen we ook nog heel even naar binnen gaan, als we daar echt naar binnen mogen. Of je hebt daar een afhaal leuk, kan ook. Nou, hier zijn we dus wel binnen. Koppelis! Oké, wat even een mondkapje voor doen? Zoals jullie zien. Ja, wel vet dat we hier dan wel binnen kunnen zijn, man. Babypijltjes. Wat kost je 6,50 euro? Ja, één doosje, ja. De knallers. Jumbo titanium cracker. Kan je nog even deze, ja, één. Eén doosje, daar. Benieuwd? Ik lontje, man. Jezus. Wat dichtbij, hè? Horen dicht. Hier, doe dan... Die grote? Nee, even, ja, als vergelijking. Wacht even als ver. Oh, ja. Met zilverlint. Je kan dat doen. Die smeut een beetje. Het begint gelijk te regenen, hè, op het moment dat we stoken. Hier. Deze, drietje. Oké. Okay. Jou, jij maar even vast. Nummer 3. Nummer 3. Op zich wel goede knallen. Ja, man. Zijn wel prima. Mammotje. Hou de vertrouwen. Hartstikke lekker. Nog een mammoth?
Kijk, voor de... Tegenwoordig is het niet kijk uit voor het gips, maar voor de lontjes. Ja, de zon blijft gewoon doorgaan. Ja, gek hè? Dingen zijn. Die zon. Ja, dat is wel lachen. Idee. Ja, die lontjes schieten weg. Ja. Echt voor uitkijken. Zullen we een... Nog even een paar. Met een mammot erbij. Ja, bison. Twee tegelijk. Zo. Ploffen. Zo! Hé, hey, film maar van Mambo. Wat is dat? Nummer 3. Hey. We hebben net even afgestoken zoals jullie hebben kunnen zien. En ja, ik vind het nog steeds echt een heel erg triest beeld om te zien. Dat er gewoon in deze tijd van het jaar, gewoon eind december, zo weinig leven is in Baarle, weet je. Ook al zitten wij ook in lockdown, het is gewoon te triest voor woorden. En ik vraag me soms wel eens af van, is dat nodig? Ik denk het niet. Maar goed, er zijn mensen die dat wel zo vinden. Nou, jongens, zoals jullie zien, we zijn inmiddels al een tijdje op de snelweg. Geen controles gezien vandaag. Ik wilde het wel eens zien op beeld, om het vast te leggen voor jullie van hoe bizar het is dat er misschien wel een keer controle staat vanwege corona of wat dan ook. Het is wel druk op de weg. Maar nergens een grenscontrole te vinden. Voor nu was dit het einde van de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Over een aantal dagen is het oud en nieuw. Helaas anders dan andere jaren. Maar wij gaan toch voor jullie proberen om er wat van te maken. Want we hebben in 2009 onze eerste compilatie online gegooid. We gaan sowieso een compilatie online gooien. Maar ik hoop dat jullie begrijpen dat die er iets anders zal uitzien dan andere jaren. Want ten eerste kunnen we niet aan vuurwerk komen meer. Echt groot. En ten tweede kunnen we niet ons permitteren om continu ergens te gaan stoken. Maar jullie gaan het in ieder geval zien. En ik hoop dat jullie ook gewoon nog kunnen genieten. Probeer gewoon nog wat te stoken voor jezelf wat mag. En probeer gewoon de risico's te vermijden. En morgen gewoon weer een video, jongens. Later.